Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de minister, collega's, veel KMO's bevonden zich al voor de corona-uitbraak eigenlijk al in moeilijke financiële situatie. Er wordt gesteld dat 1 op de 5 van deze bedrijven al kampte met een gebrek aan liquiditeit. Zeker in Vlaanderen wordt ons KMO-model nu hard op de proef gesteld. Deze economische crisis moeten we zo kort mogelijk proberen te houden. En we moeten zo snel mogelijk een relanceplan kunnen uitrollen. En vandaar eigenlijk al een eerste vraag. Kan er een timing worden voorbereid om zo snel mogelijk een relanceplan voor KMO's te rollen? Collega's, we vernamen ondertussen ook dat vakbonden een stakingsaanzegging hebben ingediend voor de maatwerkbedrijven, de voormalige beschutte werkplaatsen. Ze pikken het immers niet dat de regering de sector vrijdag heeft ingedeeld bij de cruciale bedrijven. Dit zou voor een heel beperkt deel wel kunnen gelden voor enkele die voornamelijk bezig zijn met voedselverpakking of met medische apparatuur, maar eigenlijk voor het gros van deze maatwerkbedrijven gaat het niet op. Wat is de houding van de Vlaamse regering ten aanzien van de terechte bezorgdheid dat hierdoor duizenden werknemers door deze beslissing wel degelijk extra gezondheidsrisico's lopen? Collega's, de regering heeft beslist dat wanneer een onderneming verplicht moet sluiten tijdens de coronacrisis, deze onderneming recht heeft op een hinderpremie. Op zich een goede zaak. Indien een onderneming beschikt over meerdere exploitatiezetels, die ook verplicht moeten sluiten ten gevolge van de coronamaatregelen, wordt het aantal premies uitgebreid tot maximaal 5 per onderneming, voor zover er in elk van die bijkomende vestigingen minstens 1 personeelslid te werk gesteld is. En daar doet zich nu natuurlijk een extra probleem voor. Er zijn immers toch ook wat ondernemingen die meerdere vestigingen hebben, maar daar geen voltijds personeelslid in dienst hebben. Deze ondernemingen dreigen nu vestigingen te moeten sluiten als deze crisis nog lang aanhoudt. De onderneming moet immers voor bijkomende vestigingen ook huur en vaste kosten blijven betalen. Met de eenmalige hinderpremie van 4.000 euro kunnen zij dit niet overbruggen. En vandaar volgende vragen. Is de minister bereid om de hinderpremie uit te betalen per vestiging, ongeacht of deze personeel te werk stelt of niet? En ten tweede, er zijn ondernemers die verschillende vestigingen hebben, maar hier deeltijds werknemers in dienst hebben. Overweegt de minister om voor deze vestigingen een hinderpremie uit te keren? Ook vanuit de mobiliteitssector komen er nieuwe vragen. De invoerders en verhuurders van voertuigen en garages vragen de overheid om de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus te versoepelen voor hun sector bij de eerstvolgende aanpassing van de lockdown. Zij zullen uiteraard instaan voor de handhaving van de regels over hygiëne, social distancing enzovoort. Zij steunen zeker ook de strenge maatregelen ter zake. Maar de sector stelt dat zij essentieel zijn om de economie mee terug op gang te trekken. Enkel dringende depannage en herstellingen gebeuren nog, maar ook deze activiteit is slechts een fractie van de gebruikelijke bedrijvigheid in de garages en fietsenwinkels. Is de minister bereid om de maatregelen te versoepelen voor deze sector bij de eerstvolgende aanpassing van de lockdown? Mevrouw de minister, in de transportsector worden duidelijke overtredingen gemeld, maar niets gesanctioneerd. Het betreft onder meer overtredingen met betrekking tot de cabotagerichtlijn. In Zeebrugge omzeilt men de regelgeving door zich te verschuilen achter het feit dat het doorvoeren van containertrafieken onder intermodaal transport valt. En dit wordt niet gevat onder de cabotageregelgeving. Dit wordt dan nog eens gecombineerd met de overtreding van detacheringrichtlijnen met Oost-Europeanen in voornamelijk Zeebrugge en Antwerpen. En er is nauwelijks controle. Maar dan zijn er nog overtredingen die wel onder cabotage vallen. Zo wordt er gesignaleerd dat diverse transporten, voor onder meer Carrefour, verzorgd worden door Oost-Europese chauffeurs. Dit allemaal terwijl onze eigen chauffeurs thuis technisch werkloos zijn. Vele chauffeurs pikken dit niet meer en eisen dat er wordt opgetreden. Vlaanderen treedt nu terecht, streng op tegenover de eigen burgers met hoge boetes. Men zou dan toch verwachten dat er ook streng wordt opgetreden tegen misbruiken die nu plaatsvinden door buitenlanders in de transportsector. Welke initiatieven nam de regering al ten opzichte van deze mistoestanden? Collega's, tot slot is het belangrijk dat Vlaanderen zich nu al voorbereidt op het economisch leven na de coronacrisis. Daarvoor is het interessant om ook naar buitenlandse voorbeelden te kijken. In verschillende Aziatische landen is men bijvoorbeeld al over de zware piek heen en daar zijn de meeste bedrijven opnieuw aan de slag. Nochtans is het coronavirus daar ook niet volledig uitgeroeid. Daar houden ze rekening mee dat het virus nog wel een jaar zal circuleren, maar organiseren ze zich door massaal te testen. Een combinatie van het heropstarten van niet-essentiële grote bedrijven,
Gekoppeld aan een strikt beleid van testen op het virus is daar de norm geworden. En dat brengt mij, mevrouw de voorzitter, bij mijn laatste vraag. Oké, want uw tijd is op. Voilà, perfect getimed dan. Mijn laatste vraag is, op welke manier bereidt de Vlaamse regering het heropstarten van niet-essentiële grote bedrijven voor? Ja, mevrouw de minister, wat de relance maatregelen betreft, ik ben uiteraard voorstander dat er nu eerst opgetreden wordt, dat er nu eventueel bijgestuurd wordt, maar dat wil niet zeggen dat we vandaag ook niet de toekomst moeten voorbereiden na de crisis. Vandaar het feit dat ik beklemtoon dat we zeker moeten nadenken over die relance maatregelen. Ik ben zeker akkoord met het feit dat de misbruiken in zaken premies aangepakt zullen worden en moeten worden. Ik vind het enkel jammer dat er geen uitbreidingen meer mogelijk zijn. Nochtans zijn daar wel redelijke argumenten voor. En ik had eigenlijk geen antwoord gehad over de misbruiken die er zijn in de transportsector.